De gemeente gaat de Hoofdstraat en een deel van de Nieuwe Haven opnieuw inrichten. Dit gebeurt in het kader van het project Van Rivier naar Stad. Dit project is onderdeel van het programma Bestaand Rotterdams Gebied, afgekort BRG. BRG investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Zo moet economische groei van het gebied hand in hand gaan met de kwaliteit van de regio. De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgebracht. De eerste fase is inmiddels voltooid. Nu is de tweede fase aan de gang, van de Hoofdstraat tot aan de Hoofdbrug. In oktober start de derde en laatste fase, waarbij wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van de nieuwe haven.